is dat ik mijn nagellak die dierproefvrij is wil gaan scheiden van de nagellak die niet dierproefvrij is. Ik herhaal, OPI en Essie zijn niet dierproefvrij. Essie, NOC, Rimmel, Essie, Essie. Dit is allemaal niet dierproefvrij. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ga ik weer een kijkje nemen in mijn stash. Niet zozeer mijn make-up stash, maar mijn nagellak stash. Oftewel, mijn gehele nagellak collectie. En het plan van vandaag is dat ik mijn nagellak die dierproefvrij is, wil gaan scheiden van de nagellak die niet dierproefvrij is. Sowieso omdat ik heel erg benieuwd ben wat er dan eigenlijk overblijft in mijn stash. Want veel van de grote nagellakmerken zijn helaas niet dierproefvrij. Mocht je nou trouwens meer willen weten over hoe het zit met dierproefvrij, wel of niet en zo. En hoe dan? Want in Europa zijn dierproeven toch verboden. Dan raad ik je aan om eventjes mijn artikel daarover te lezen dat ik heb geschreven op mijn blog. Die staat gelinkt in de beschrijving. En dan worden meteen een heleboel van je vragen beantwoord, als het goed is in ieder geval. En anders voel je vrij om ze hier in de comments te stellen natuurlijk. Ja, laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik bewaar mijn nagellak al jarenlang in hetzelfde systeem, namelijk in oude beautyboxen. Vroeger had ik echt 8 van deze beautyboxen helemaal vol aan nagellak. En tegenwoordig heb ik er nog maar 4. En zitten ze ook niet alle 4 helemaal... Oh nee, het zijn er 5. Oepsie. Nog maar 5. Maar ze zitten niet alle 5 helemaal vol. Maar ja, ik denk dat ik alsnog wel terug kan naar misschien een doosje minder of zo. Het gaat me niet per se om het aantal dozen. Want ik vind het ook fijn dat ik het dan een beetje op kleur kan sorteren. Maar ik wil gewoon dat de doosjes wat leger zijn. En ja, misschien kan ik toch wel 1 doos minderen of zo. Nou, we gaan gewoon eventjes beginnen met de doos die bovenop ligt. Namelijk deze. Het lijkt een beetje alsof hier geen systeem meer in zit, maar dat zat er oorspronkelijk wel. Volgens mij was het namelijk mijn bedoeling dat ik hier donkere metallic glitterlakjes in had gedaan, zoals bijvoorbeeld deze. Nou, laten we maar meteen de merken bij de naam gaan noemen. OPI en Essie, hele bekende nagellakmerken. Misschien ook wel degene, nou misschien, ik weet het wel zeker, degene waar ik het meest van heb in mijn stash, zijn allebei niet dierproefvrij. Ik herhaal, OPI en Essie zijn niet dierproefvrij. Maar die leg ik dus eventjes aan deze kant. Ja, laat ik die allemaal er maar eventjes uithalen. En dan is dit wat er overblijft in dit bakje. En hier zit in HEMA. Nou, HEMA is gelukkig wel cruelty free en zij hebben ook altijd wel hele mooie kleuren. Dus die gaan hier, Barry M. Deze is echt al heel oud trouwens, die moet weg zie ik. Maar Barry M is wel ook cruelty free. Maar deze ga ik er maar meteen uithalen, want ik zie dat die gewoon niet meer goed is, helaas. Dan heb ik hier nog 2 nagellakjes van NYC. Ik vind dit prachtige kleuren, maar ze zijn niet dierproefvrij. Dus die gaan eventjes hier op de stapel. En ik heb hier nog een nagellakje van Trint. Ook heel erg mooi, maar Trint wordt verkocht in China en is dus niet dierproefvrij. Dit is wat er overblijft in dit bakje. Dan gaan we verder met deze bak. En ja, ook hier zit weer heel veel Essie en OPI tussen. Daar heb ik gewoon verreweg het meest van. Dus die haal ik er maar meteen uit. Zo, en dan is dit wat er... Oh nee, nog eentje. En dan is dit wat er overblijft. Ik zie hier een topcoat van Miss Sporty is niet dierproefvrij. Sally Hansen is ook niet dierproefvrij. Hier heb ik er eentje van Essence, een hele mooie glitterlak. Die is wel dierproefvrij, super fijn. 2 nagellakjes van Golden Rose. Even kijken of die nog goed zijn. Ik hoop het wel, want dit zijn van die hele mooie... Oh ja, die zijn vast nog wel goed. Nou, deze is in ieder geval niet meer goed. Maar Golden Rose is wel dierproefvrij. Maar deze is gewoon niet meer goed. Deze dan toch eigenlijk ook niet, lijkt me. Ja, deze lijkt nog wel goed te zijn, apart. En dan heb ik er hier nog eentje van Make-up Studio. En dat is een twijfelgeval, want daar kan ik gewoon niks over vinden. Volgens mij is Make-up Studio dierproefvrij, maar ik kan er geen 100% garantie op geven. Want ik kan er simpelweg heel weinig informatie over vinden. Maar ik dacht het wel. Nou ja, ook weer een treurige score, want dit zijn de enige 2 waarvan ik 100% zeker weet dat ze dierproefvrij zijn. Deze is een twijfel, maar hou ik voor nu nog in mijn stash. En dit is allemaal niet dierproefvrij. Door met het volgende doosje. En hierin zitten, zoals verwacht, ook weer veel kleurtjes tussen van OPI. Dit is mijn neutrale bakje trouwens. Nog meer OPI. Essie gaat er meteen uit.
Oké. Dan Rimmel. Rimmel is ook niet dierproefvrij. Sally Hansen niet. Hoop jij, Sally Hansen. China Glaze, die zijn wel dierproefvrij. En verder heb ik er hier nog drie van Essence. En Essence is, wat ik al zei, ook dierproefvrij. Nou, hier ben ik wel blij mee, want ik vind het wel hele leuke kleurtjes. Ik ga even kijken of die van China Glaze nog wel goed is. Want die heb ik ook al best wel lang. Ja, die lijkt nog wel goed te zijn. Gelukkig. En deze zijn dus niet dierproefvrij. Alweer het volgende bakje. We gaan er snel doorheen. Ja, laat ik het maar weer even sorteren. Essie. Essence. Hoe? Trint. OPI. OPI. Essie. Sensationeel. Ook niet dierproefvrij. Essie. NYC. Rimmel. Essie. 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 OPI. Catrice wel. Essie. Catrice. Hema. OPI en NYC. Dit zijn de nagellakjes die wel dierproefvrij zijn. Hema, Essence en Catrice. En al deze mooie glitter- en pastelkleurtjes zijn helaas niet dierproefvrij. Dan hebben we het laatste bakje. En hierin zitten de wat fellere tinten. Tenminste, dat was de bedoeling van dit bakje. OPI, Essence, OPI, Essie, Sally Hansen, OPI, wat is dit? Catrice, OPI, Essence, OPI, Hema, China Glaze, Essence, Hema, Essie, 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 Rimmel, OPI, Sally Hansen, OPI, Catrice, OPI, Rimmel, Essence, Essence, Essie, Essie, is dit, sensationeel, ja, is niet dierproefvrij, Essence, Hema en China Glaze. Nou, hier viel het gelukkig mee. Dit is allemaal, wel dierproefvrij, fijn. En dit helaas allemaal niet. Ik zie trouwens net deze topcoat op de kast staan van Essence en die is dierproefvrij. Ik ga even alles bij elkaar gooien wat niet dierproefvrij is. Dit is allemaal niet dierproefvrij. Best wel shocking. Ik zie echt hele mooie kleuren ertussen zitten. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik hier 5 van mag kiezen die ik ga opmaken. 5 favorieten. En de rest gaat dus allemaal weg naar vrienden of familie. En wat er overblijft, doneer ik. Simpelweg omdat ik dus bepaalde kleuren hiervan heel erg mooi vind. En niet in mijn dierproefvrije nagellakstash heb. En omdat ik dat dus niet nu per se opnieuw wil kopen. Terwijl ik hier al een flesje heb liggen in die kleur. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. En mocht je dat hypocriet vinden, dan vind ik dat ook helemaal prima. Deze haal ik er even uit. Ik selecteer er eerst een aantal en dan ga ik er daarvan 5 selecteren die ik ook echt daadwerkelijk wil houden. Dit zijn de kleurtjes die ik echt niet heb in mijn dierproefvrije nagellakcollectie die ik nu nog over heb. En het zijn kleurtjes die ik gewoon echt prachtig vind. Ik hou vooral van lichte kleuren nagellak. Maar ik vind dat deze twee bijvoorbeeld heel erg op elkaar lijken en daar moet ik er dan gewoon eentje van kiezen. En als ik dan kijk naar mijn nagels, dan denk ik dat ik deze toch net ietsje vaker zou dragen dan deze. Deze twee lijken ook heel erg op elkaar. Dit zijn ook echt prachtige tinten. Deze is ietsje meer bruin en deze is wat meer grauw. Ja, ik ga dan toch voor deze. Voor de iets warmere variant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik mag er nog 3 kiezen. Ja, dan zit ik weer zo van deze lijkt wel heel erg op die. Maar het is toch net een andere tint. En dit heb ik dus ook niet in mijn dierproefvrije stash. Gewoon echt zo'n vrolijke koraalkleur. Ik wil die toch allebei houden. Deze wordt het niet. Nee. Deze vind ik wel echt super, super tof. Die wil ik ook houden. En dan mag ik er hier nog maar eentje van. Ja, of moet ik dan toch een van deze twee wegdoen? Oh, deze hou. Deze gaat weg. En hier dan eentje van weg. Ik vind dit echt een hele aparte, unieke kleur. Dus die wil ik graag houden. En ja, als ik eerlijk ben, dan denk ik dat ik minder snel zoiets tegengekomen dan zoiets. Dus dan kies ik voor deze. Ja, dus dan zijn dit de 5 lakjes die ik van mezelf mag houden. En die ik van mezelf mag gaan opmaken. Omdat het ook tinten zijn die ik vaak, draag. Dan heb ik hier nu dus 3 dozen die uit mijn stash gaan. Puur en alleen omdat ze niet dierproefvrij zijn. Echt zo zonde. In de zin van,
zonde dat deze merken niet dierproefvrij zijn. Doei! En geloof het of niet, maar mijn dierproefvrije nagellak en dus wat ik heb overgehouden in mijn stash past in één doosje. Alleen kan het dekseltje er niet op, dus ik ga het uiteindelijk alsnog verdelen over twee doosjes. Samen met die 5 nagellakjes die ik net heb uitgekozen die niet dierproefvrij zijn. En dan gaat dit weer terug onder mijn bed. Nou ja, ik vind het best wel shocking. Ik ben gewoon van 5 dozen vol met nagellak naar 2 halfvolle dozen gegaan. Lucht wel op ook, moet ik zeggen. Ik hou er altijd wel van om spullen weg te doen als ik er eenmaal mee bezig ben. Nu ik ook die nagellak eruit heb gedaan, ik denk dat ik het echt geen seconde ga missen, moet ik eerlijk zeggen. Want wat moet je in hemelsnaam met 5 dozen aan nagellak? Ik denk dat 2 meer dan genoeg is. En ja, alles wat eruit gaat, dat gooi ik dus niet weg. Behalve die 2 flesjes die gewoon niet meer goed zijn. Maar dat komt dan weer bij andere mensen terecht die er hopelijk heel veel plezier van zullen hebben. En dat was dan ook meteen deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En laat zeker eventjes in de comments achter hoeveel nagellak jij hebt. Want daar ben ik dus wel benieuwd naar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!